Glendon en ik zijn even boodschappen gaan doen. Ik heb gisteren namelijk eventjes gekeken wat hebben we nog in huis. Welke gerechten kan ik daarmee maken? Ja, en af en toe moet je gewoon een beetje inventief zijn. Dan moet je echt op zoek gaan naar recepten. Want zoals met aubergine bijvoorbeeld, daar heb ik eigenlijk nog nooit mee gewerkt. Ik koop het ook eigenlijk nooit. Dus ik dacht van, nou, wat kan ik daarmee maken? Een van jullie heeft haar favoriete recept doorgegeven met aubergine en couscous. Dus dat wilde ik deze week gaan maken. En daarnaast had ik nog een ander recept met aubergine gevonden. Plus, ja, ik had nog wat recepten met citroenen gevonden. Want ik heb nog steeds 15 citroenen over. Ik had nog wat andere receptjes gevonden. Dus ik had nog een paar dingetjes nodig. Ik ben even naar de supermarkt gegaan. Ik heb een zakje geraspte kaas gekocht. Ik heb een blikje tomatenblokjes gekocht. Ik heb, even kijken, een blikje tomatenpuree gekocht. En ik heb couscous gekocht. Dat is dus voor bij die aubergine. En verder heb ik kruidenkaas gekocht. Ik wilde namelijk met de snoeppaprika's. Ik had die oranje snoeppaprika's op de markt gekocht afgelopen weekend. En die kun je dus schijnbaar heel erg lekker vullen met een kruidenkaas en wat ontbijtspek. Dus ik ben ook eventjes bij de slager gestopt om een onsje ontbijtspek te halen. Ik had die in de oven zo meteen gaan maken voor de lunch. En ik was dus bij de Jan Linders en dat was wel heel erg leuk. Jan Linders, daar kun je punten sparen met een pasje. Liefhebberspunten noemen ze die dingen. En voor iedere euro die je daar besteedt, krijg je een punt. En dan, ik geloof eens in de twee weken of zo, dan kun je voor 50 punten of voor 100 punten kun je dan een product gratis proberen. Nou, nu was er dus het bolletje pizza deeg van Jan. Kost normaal 2,39 euro volgens mij. En nou ja, dat is dus een bolletje pizza deeg. En daar zit een sausje in. En dan is het dus echt de bedoeling dat je je eigen pizza deeg gaat uitrollen. En gaat beleggen. En ja, dan een hele lekkere pizza creëert. En die kreeg ik dus nu gratis voor 50 punten. Dus die heb ik meegenomen. Voor dit alles was ik 6,50 euro kwijt. Ik ga dus voor de lunch de paprikaatjes vullen met de roomkaas. Denk dat ik er een uitje bij doe. En de ontbijtspek. En dan ga ik voor vanavond gaan wij couscous maken. Volgens ja, het favoriete recept van een van mijn kijkers. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat smaken. Die paprikaatjes, die waren heel erg lekker. Ik had er denk ik een stuk of 15, 16 gemaakt. Nou, die waren zo op. Ik heb nog een aantal van die snoeppaprikaatjes liggen. Dus ik kan ze nog gewoon open snijden. En ik heb ook nog wat van die vulling liggen. Dus ik kan ook nog een beetje van die vulling klaarmaken. Ik heb er uiteindelijk mozzarella en ui in gedaan. En een klein beetje peper. Maar voor de rest, doordat het een kruidenroomkaas was, was die eigenlijk gewoon al heel erg lekker van zichzelf. Goed smeerbaar, dus je kunt het lekker vullen. En een plakje ontbijtspek eroverheen. Lekker hapje was dat. Nu gaan we verder met het avondeten. Ik ga vandaag weer een recept maken, een favoriet recept van een van jullie. En ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Is Sheila of Sheila. Die had doorgegeven dat couscous met gemarineerde aubergine van de allerhande heel erg lekker was. Dus ik heb vandaag al de couscous gehaald. En we hebben natuurlijk de aubergine in het to-go-to-go pakket gehad afgelopen weekend. Dus die ga ik maken. Maar volgens mij is het allemaal voor twee personen de maaltijd zoals die daar ja, in de allerhande staat, zeg maar. Dus ik weet niet helemaal zeker ja, ook of dat we het allemaal lusten. Ik heb snijbonenstampot, had ik nog een bakje in de vriezer liggen. Dat is ook voldoende voor 2 à 3 personen. En ik ga gehaktballetjes klaarmaken. Ik heb afgelopen week heb ik zelf hamburgers gemaakt. En toen heb ik 300 gram gehakt gebruikt. En ik geloof zo'n 150 gram soepgroente. Ja, met staafmixer helemaal fijn gemaakt. En die daaronder gekneed. En dat vond iedereen gewoon echt gigantisch lekker. Dus ik ga nog gehaktballetjes maken op dezelfde manier.
En dan maak ik snijbonenstampot ook nog warm. Ja, dan kan iedereen gewoon een beetje eten waar dat hij zin in heeft. En dan hoop ik dat gewoon ook iedereen die couscous gaat proberen met die aubergine. Ik ga het in elk geval wel proberen. Het ziet er gewoon lekker uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat smaken. Nou jongens, het lijkt steeds culinairder te gaan worden in Huizenkollen. Vandaag ga ik aan de slag met kerrenvol. In mijn Too Good To Go pakket van de Sligro van afgelopen weekend had ik 3 van deze zakjes kerrenvol. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak er een kerrenvol puree, een aardappelpuree van. En dat doe ik dan die kerrenvol onder. Het schijnt best wel lekker te zijn. En ik wilde ook een kerrenvol soepje gaan maken misschien morgen. Dus ik moet eventjes kijken. Maar de kerrenvolpuree die gaat er in ieder geval komen vanavond. En daar doe ik een vis bij. Ik had nog 2 stukjes pangasius filet in de vriezer liggen. Zat ook in een eerder Too Good To Go pakket. En ik ga, ik heb er hier volgens mij nog 3 in zitten. Het zijn een beetje uitkluiten gewassen vissticks. En die moeten dan 20 minuutjes in de oven. En die zijn ook heel erg lekker. Dus die ga ik er ook bij maken. En daarnaast had ik in mijn Too Good To Go pakket peultjes zitten. Die ga ik ook klaarmaken, maar het is niet zo heel erg veel voor ons gezin. Dus ik ga een witlof salade maken. Ik ga ze niet allemaal op gebruiken, want ik wil deze week ook nog een witlof uit de oven gaan maken. Dus ik denk dat ik één stronkje, misschien dit grote stronkje, ga gebruiken om de salade te maken. En bij de vis ga ik een citroensaus doen, want ja, we hebben natuurlijk heel veel citroenen. Dus daar ga ik een citroensausje bij maken en dan... Ja, ben ik heel erg benieuwd of dat gaat smaken dan. We zijn wel aan het einde gekomen van deze video. In totaal gaven wij een bedrag uit van 11,50 euro. Ik heb namelijk de boodschapjes gedaan voor 6,50 euro. En ik kocht bij de boer 10 kilo aardappelen voor 5 euro. Die heb ik jullie niet laten zien, maar ze zijn er dus wel. De gevulde paprika's die ik maakte, die waren heel erg lekker. De couscous, het favoriete recept van Sheila. Delen die vond het op zich wel lekker, al vond ze de aubergine iets minder. Ik vond het op zich wel een hele lekkere combinatie. Damien die vond het helemaal niks. Landon die vond het ook helemaal niks. En Dave die vond het lala. Het is dus een gerecht wat ik niet zo snel meer zal maken. Maar ik vond het wel heel erg leuk om het geprobeerd te hebben.
En die vis met die botersaus, dat was wel eventjes een drama. Ik dacht, nou, botersaus hoorde je dus volgens het recept te maken met witte wijn. Maar ik had geen witte wijn. Ik denk, waar heb je die witte wijn dan eigenlijk ook voor nodig? Ik bedoel, is het puur de smaak? Maar blijkbaar doet het wel iets met die boter. En wat ik dus nu had, dat was gewoon verbrande boter met ja, een soort van gefrituurde uitjes erin. Dus dat was niet zo lekker. Maar goed, niet altijd alles lukt zoals je dat graag zou willen. En dat betekent gewoon dat we de volgende keer weer een nieuwe poging wagen. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je me leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.